Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag eindelijk weer een keer een shoplog voor jullie. Ik heb zelf wat dingetjes besteld bij Naked, bij ASOS en ik heb wat dingetjes opgestuurd gekregen van Come Get Fashion. En de herfst is echt mijn favoriete seizoen qua kleding in ieder geval. In mijn video van de afgelopen week kon je zien dat ik mijn kledingkast herfstproof maakte. En dat ik nog wel wat truien had van de afgelopen jaren. En dat ik ook wel wat items die ik deze zomer heb gedragen. Bijvoorbeeld wat meer herfstig kan dragen met een blazer eroverheen. Of iets eronder. En vandaag ga ik vooral heel veel goede basics denk ik aan jullie laten zien. Ik zal natuurlijk alle linkjes in de beschrijving zetten en aanbeelden toevoegen. En dan ga ik beginnen met de items die ik bij ASOS heb besteld. Eerste item is dit t-shirt die ik nog eventjes moet passen. Want ik heb deze wel al eerder besteld. En toen had ik hem in een maatje groter. Dit is een L. Ik weet niet waarom ik hem in XL besteld vorige keer. Want hij valt al heel erg oversized van zichzelf. En ik vond hem gewoon echt te groot vallen. Ik was weer bang dat een M niet oversized genoeg zou vallen. Dus ik ben benieuwd waar hij zo meteen valt. Maar het is een beetje een crème kleurig t-shirt. Met dus dit super schattige katje erop. Ik vond hem gewoon heel erg lief. En de stof heeft er wel een beetje wat donkerdere puntjes al doorheen zitten. Waardoor het er een beetje gedragen uitziet. Dus dat is iets waar je van hout of niet van hout. En deze leek me gewoon heel erg chill voor in huis. Aangezien we allemaal veel thuis zijn. En deze leek me gewoon heel erg comfy. Maar ik denk dat hij ook wel heel erg leuk staat. En mooi oversized valt. Als je hem bijvoorbeeld bij je jeans erin stopt, zeg maar. Oké, dit is hoe het shirt valt. Als ik hem niet in mijn broek heb. Dus best wel oversized. Hij is ook lang. Maar hij zit veel beter dan de vorige keer. En ik ga even kijken hoe het eruit ziet als ik hem in mijn broek doen. Love it! Ik zou hem denk ik niet per se met deze broek stylen of ik zou hem dan nog eventjes wat meer aan moeten kleden met een jasje eroverheen en een tasje erbij en zo. Maar ik vind het gewoon echt heel erg schattig. Ik vind het echt een hele leuke kleur ook. Hals zit goed, de mouwlengte valt nu prima. Hij is dus wel groot, maar ja, ik vind hem nu echt heel erg goed vallen. Dus blij dat ik hem één maat in plaats van twee maat kleiner besteld. Al was dat denk ik ook wel gewoon prima geweest. Adorable. Het tweede item van ASOS is ook iets wat ik had nabesteld. Maar dan in een maatje groter. Dus ik zou, als je deze broek leuk vindt, in een maatje groter bestellen dan dat je je broeken normaal koopt. Dit is een beetje zo'n leather look pants. En ik kon hem niet vinden van een normale collectie. Ik kon hem ook niet, ja, petit zou denk ik te kort zijn voor mij. Maar deze is in ieder geval van de tall collectie. En ik ben 1,70 meter. Volgens mij zijn mijn benen vrij in verhouding en niet heel lang of heel kort. Dus hij valt een beetje lang bij mij. Wat bijvoorbeeld M.A. er heel cool uit vond zien. Maar mij lijkt het wat mooier. Ik had hem naar binnen al opgerold als ik hem laat inkorten. Alleen, ik heb hem één dag aangehad en na een paar uur ging dit al stuk. Sorry voor mijn nagels trouwens, die zien er echt niet uit. En ik denk niet dat ik dit heel netjes kan maken. Dus ik ga deze gewoon retour sturen naar ASOS. Maar dit was wel echt de allermooiste leather look broek die ik kon vinden. Smaken verschillen natuurlijk. Dus als hij er nog is, ga ik hem denk ik wel voor de derde keer bestellen. Of als iemand een tip heeft voor een hele goede basic leather broek, dan hoor ik het natuurlijk graag. Nu ik hem zo aanzien, weet ik niet of ik hem wel opnieuw ga bestellen in mijn eigen maat. Nou, zoals je ziet, dus echt te lang. Op zich niet mega lang. Maar als hij wat ingekort is, valt hij ook niet zo rimpelig en oversized. Nou ja, zoals nu allemaal lekker kreukt. Maar ik vind hem ook hier niet zo mooi zitten. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet laten zien. Ik weet niet zo goed of dit bij alle leren broeken zo is. Of dat er ook wel broeken zijn waar dit gewoon mooi strak getrokken zal vallen bij mij. Het lijkt wel alsof gewoon echt hier een beetje iets te veel stof zit voor bij mij. En als deze zo snel stuk ging, misschien dat de volgende die ik dan bestel ook wel gewoon heel erg kwetsbaar is. Dus bij de buren gaat, hoor je echt hard. Maar ja, jammer. Ik denk dat ik gewoon nog eventjes door moet zoeken. Maar ik zei het net ook al in de zitbeelden, maar ik zal het hier eventjes herhalen. Heel vaak bij dit soort broeken loopt er toch nog een naad zo. Of bijvoorbeeld bij de knie. En dat is hier gewoon niet. Plus, soms heb je echt een beetje zo'n legging afwerking. Maar hier heb je gewoon mooie rits en een knoop. En deze dingen. En daarom vond ik deze zo mooi. Maar hij zit gewoon niet helemaal zoals ik zou willen. Dan, dit heb ik nog niet aangepast. Maar dit zijn gewoon simpele zwarte panties. Must have wat mij betreft voor in de herfst. Ik heb deze nog nooit van ASOS gehad. Ik kocht ze altijd bij de HEMA. In 15 denier, als ik dat goed uitspreek.
ik had zeg maar geluk als die niet naar de eerste keer dragen al stuk gingen. Nou, zoals bij die broek. En dat is gewoon zonde. Dus ik hoop dat deze wat betere kwaliteit zijn. Nogmaals, mocht iemand hier tips voor hebben voor wat goede panties zijn die niet zo snel stuk gaan, dan hoor ik het graag. Want het is gewoon ontzettend zonde om dat na één keer natuurlijk weg te gooien. Dus ik hoop dat die het wat beter doen. En dan het laatste bij ASOS wat ik heb besteld is deze beanie. Volgens mij hadden ze deze in meerdere kleuren. Ik laat straks items zien van Naked. Daar hadden ze ook van die basic beanies. Maar ik vond deze kleur gewoon heel erg mooi. Ik zal hem even opdoen. Hopelijk smeer ik er niet te veel make-up aan. En het staat een beetje raar natuurlijk bij wat ik aan heb. Maar ik vond het gewoon een goede basic. En ik zat ook naar jassen te kijken. Dat heb je misschien in een vlog wel meegekregen. Ik weet niet wat er aan de hand is bij ASOS. Maar daar had ik een beetje nude beige puffer jacket besteld. En daar zit gewoon hier een snee. En hij zat iets te groot. En dat was volgens mij de allerlaatste die er was. Dus dat is iets waarvoor ik sowieso nog een beetje rond aan het zoeken ben. Ik had al tips gekregen dat mango's op dit moment verkoopt. En ze rollen gewoon bij steeds meer winkels de schappen in. Dus als ik de perfecte vind, dan hou ik jullie natuurlijk op de hoogte. Dan ga ik nu door met items van Naked. En ik werk natuurlijk wel eens met Naked samen. Maar Naked is ook echt een van mijn favoriete webshops. En dit heb ik zelf besteld. Dus ik heb helaas deze keer geen kortingscode voor jullie. Maar het item waar ik denk het meest enthousiast over ben, maar wel een heel klein beetje over twijfel, is deze leather look blazer. Ik heb dat vaak, dat ik in het begin niet zo goed weet wat ik van een trend vind. En dan op een gegeven moment zie ik er meer mensen mee lopen en denk ik, oh my god, dit is zo cool. Waarom vond ik dit eerst niet cool? Waaronder, nou ja, dit soort blazers, dit soort jassen. En ik vind deze van Naked vooral heel erg leuk, omdat hij double breasted is. Dat vind ik altijd wel mooi bij blazers. Dus dat je zeg maar aan allebei de kanten knoopjes hebt. Ik twijfel alleen een beetje of ik echt een jas leuker zou vinden dan een blazer. Want ik vind hem een beetje kort vallen en ik weet ook niet helemaal of deze knopen mijn ding zijn. Maar voor de rest vind ik hem echt heel erg mooi. Voelt heel fijn, zit ook lekker. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik vind leren blazers er zo cool uitzien op Pinterest bijvoorbeeld. Maar ik voel me gewoon een undercover spion hiermee. Ik heb het ook al op jeans geprobeerd hoor. Dat was wel wat beter. Misschien is het ook wel het zwart met zwart. Ik vind het ook heel erg leuk als blazers grote zakken hebben in plaats van zo'n flapje. De knoop ben ik dus niet super fan van. Hij is wel cool. Hij is cool. En volgens mij was hij ook afgeprijsd. Weet ik niet zeker. Maar ik denk, ik vind hem niet perfect. Maar ik wil heel graag zo'n item. Dus daar zit ik een beetje moeilijk over te doen. Ik ga denk ik nog eventjes een beetje rondkijken. Of ze ergens anders misschien toch dan een leren jas hebben in plaats van een blazer. En dat ik dat dan wat leuker vind. Waarom de zak van Naked zo groot was. Een puffercoat. Maar waarschijnlijk heb je aan de toon hoe ik net dingen zei al vernomen dat ik deze ga retourneren. Ja, er zijn nog wel een paar items die ik in deze video ga laten zien die ik ga retourneren. En let me know of jullie dat leuk of vervelend vinden. Want misschien vinden jullie deze items wel leuk. Of denk je, bij mij zou het wat mooier zitten. Of dat is wel precies wat ik zoek, maar net niet in de details wat ik dus mooi vind. Maar deze perfect coat. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Maar ik heb hem een beetje overhaast besteld en niet goed naar de foto's gekeken. Wat echt super dom is van mij. Want hij heeft bij de mouwen, nou ja, gewoon eerst dit. En dan midden op de mouw zo'n verticaal groot vlak, wat ik niet heel mooi vind. En bij de onderkant van de mouwen dat het zo poft. Dat, ja, iets in de details. Want voor de rest, in zeg maar de basis, vind ik het een hele mooie jas. Een lekker licht stofje en een hele mooie kleur. Maar vooral bij jassen en eigenlijk bij alles vind ik het gewoon wel belangrijk dat ik er echt helemaal verliefd op ben voordat ik het hou. Dus die gaat retour. Dit is de jas open. En ik vind de fit voor de rest eigenlijk wel echt heel erg goed. Qua lengte. De mouwen zijn een beetje lang voor bij mij. Maar dat is juist wel heel erg fijn voor als het natuurlijk echt koud is buiten. Nou moet ik zeggen dat hij ook niet zo bloedheet warm is. Als dat ik mijn winterjassen zeg maar lekker vind. Maar eigenlijk dus op de details die ik al zei, na op dit en die mouw, zou deze perfect zijn. Ik hoef ook niet per se een capuchon. Ik draag denk ik liever een muts, want een capuchon vind ik toch irritant, waait altijd af. Mocht jij denken, ik vind dit wel leuk, linkje staat in de beschrijving. En dan heb ik nog twee set broeken volgens mij. Ja. Ik vind dit echt zo'n mooie kleur, deze broek. En ik wil heel graag nog zo'n off-white-achtige broek. En ik heb heel veel jeans van Naked die ik gewoon echt heel erg fijn vind. Heel veel mom jeans. En ik heb die allemaal in dezelfde maat. Zitten helemaal prima. Ik heb nog
Haar broek komt straks jullie te laten zien. Dat is nog opmerkelijker. Maar deze is wel van een andere collectie. Namelijk van de Naked Reborn collectie. En op een of andere manier zit deze strakker. Ik krijg hem volgens mij niet helemaal goed aan. Dus ik kan ook geen aanbeelden aan jullie laten zien. Maar ik vind hem er wel echt heel mooi uitzien. Dit had ik hem iets leuker had gevonden als de onderkant gewoon netjes was afgewerkt in plaats van dit. Maar dit kan ook wel heel cool staan met bijvoorbeeld Dr. Martens eronder. Of natuurlijk gewoon sneakers. Ja, had me heel mooi geleken. Maar ik weet ook niet of ik hem, als ik hem in een grotere maat bestel, dat hij dan goed bij mij zit. Dus eigenlijk is deze hele video gewoon, mocht jij een tip hebben voor dan waar ze nog meer mooie jeans in deze kleur hebben, laat het me alsjeblieft weten in de comments. Broeken zijn altijd lastig natuurlijk. En volgens mij hebben veel mensen wel voor zichzelf ontdekt van oké, dat merk past een beetje bij mij. Zit meestal wel goed bij mij. Ik heb of had dat dus met Naked, vooral met de mom jeans. En ik was in de veronderstelling dat deze broek hetzelfde is als de twee mom jeans die ik al heb. Maar ik heb een blauwe en een wat lichter blauwe. En dan dacht ik, dan bestel ik ook de zwarte versie. Ik heb al super lang geen zwarte jeans gedragen. Maar opnieuw, mijn Dr. Martens staan daar. Had me zo cool geleken hieronder. Gewoon, ja, ik wil dit gewoon heel graag weer dragen dit seizoen. Je kan het natuurlijk eindeloos combineren. Maar deze pas ik wel. Alleen is het echt niet als een mom jean. Het zit gewoon bijna als een skinny jean bij mij. Dus bij deze weet ik het zeker, als ik deze maat groter bestel, zit hij denk ik bij mijn onderbenen of ja, dan past hij misschien fijner bij mijn buik en billen, et cetera. Maar ik denk bij mijn benen nog steeds niet los genoeg als wat ik zoek in een mom jeans en zoals die andere mom jeans wel zitten. Dus ik weet niet zo goed, ik weet bijna zeker dat dit dezelfde broek is als die andere. Maar deze zit niet goed, dus dat is jammer. Moet ik hier wel iets over zeggen? Haal je hier mom jeans uit? Cause I don't. Dit wordt echt plat gedrukt. Dit wordt naar binnen gezogen. Je zit niet eens los bij mijn kuiten. Dat waren dus items van Naked en ASOS die ik zelf gekocht heb. Helaas niet zo succesvol als dat ik hoopte. En ik had daarvoor dus al bij ASOS een grotere bestelling geplaatst. Ook met hele mooie laarzen. Van de White Fit collectie. Maar die paste ik ook niet. En echt heel veel dingen zijn retour. Twee dingen heb ik dus nabesteld. Ik hoop dat jullie weten net of dat t-shirt goed zit. Maar die broek moet dus weer retour, echt. Maar goed, nu ga ik items van Complete Fashion aan jullie laten zien die ik dus gekregen heb. Linkjes staan in de beschrijving. En we beginnen met een knaller. Echt een van mijn lievelingsitems. En dat is deze Spencer. Heb je al in video's kunnen zien. Heb je al op Instagram kunnen zien. Dit t-shirtje heb ik er zelf eventjes onder gedaan. Maar dit is toch echt de allerleukste herfsttrend wat mij betreft. Superleuk dus met een t-shirt eronder of met een blouse eronder. Ik heb ook zo'n Spencer met wit en lichtblauw, dus in plaats van zwart. Maar het patroontje loopt ook echt heel erg mooi over op de achterkant. Ik vind het gewoon echt heel erg chill. Het maakt een outfit natuurlijk ook een stukje warmer dan normaal. Mocht je deze niet helemaal leuk vinden, Complete Fashion heeft echt meer Spencers op het moment in hun webshop staan. Maar dit is echt mijn lievelings. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dit is sowieso mijn lievelingsitem in deze video. Ik vind dit zo heerlijk. Je kan hem zo goed combineren met een jeans eronder. Of gewoon lekker in een zwart-wit palet natuurlijk blijven. Ik vind het heel erg mooi staan met sieraden. I love it. Ik vind het echt een hele leuke trend. En ik was een paar maanden terug al op zoek naar dit. Ik ben blij dat het nu wat meer verkrijgbaar is. Ik krijg er ook al heel veel vragen over. Van Complete Fashion. Dus ik hoop dat ze hem nog op voorraad hebben als deze video online staat. De volgende Spencer moet ik nog eventjes leuk stylen. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat is deze beetje off-white crème kleurige Spencer. Gehaakt. Voelt heel warm ook. En met een beetje zo'n vlechtpatroon op de voorkant. Heel anders dus dan de Spencers die ik al had. Voelt ook echt een stuk warmer. Alleen, ik moet nog even kijken hoe ik deze leuk vind. Want omdat hij dus wat grover is gehaakt, vind ik een zwart shirt er niet super leuk onder staan. En wit kan wel, maar dan heb je verschillende tinten wit. En daar ben ik altijd een beetje lastig mee. Op een of andere manier stoort het me hier minder. Ik moet nog even kijken hoe ik dit ga doen. Maar ik heb op Pinterest echt al heel veel outfit inspiratie gepint voor het seizoen. Dus dat moet goed komen. Ik dacht ik probeer deze Spencer gewoon aan over wat ik net al aan had. Je ziet dus wel mijn broek zo hier doorheen schijnen. Dus ik ga even mijn blouse uit mijn broek halen. Dat is nu een beetje gekreukt. En we zijn er ook nog niet helemaal. Maar qua kleuren vind ik het wel leuk staan bij elkaar. Op zich wel erg heftig. En een Spencer. En dan zo'n glimmende blouse eronder. Maar goed, dit is dus een Spencer. Drie van die vlechten zo. Ik vind de fit ook echt heel erg goed. Ik weet niet of het one size had, maar
Anders heb ik waarschijnlijk de grootste maat besteld. Het enige wat me een beetje opvalt is dat hier heel veel ruimte is. Ik vind dat niet zo'n probleem, maar ik dacht, ik zeg het er toch even bij. Volgende is een super lekker huispakje. Allereerst deze joggingbroek, die dus bovenaan zo'n elastieke band heeft. En ook, hoe heet dat? Een veter. En aan de onderkant... Soms werk ik ergens even mee als ik film. En aan de onderkant ook dat het zo toeloopt. En dit vind ik altijd de lekkerste broeken voor in huis. En er zit dus ook een bijpassende cropped hoodie bij. En volgens mij verkoopt Comet Fashion deze in meerdere kleuren. Waarschijnlijk voorspel ik ook in het zwart. En ik werk natuurlijk sowieso veel thuis. Maar ik heb dus nog nooit zo'n huispakje gehad. En dit is ideaal. Mocht je ook nog de deur uit moeten of de deur open doen om iets aan te nemen, zie je er gewoon put together uit of zo. In plaats van dat ik heel vaak met een grote trui loop en een broek die er niet bij past. Natuurlijk niet iets wat je nodig hebt. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. En ze hebben ook zo'n heerlijk zacht vliesstofje aan de binnenkant. Maar wat ik wel heel erg jammer vind, en dat moet ik er wel echt bij zeggen, is dat ik deze één avondje heb aangehad. En dit zit even tussen de benen. Er zitten echt al heel erg veel bolletjes op. En ik weet dat je dat weg kan halen met een scheermesje of bepaalde apparaten ervoor. Maar ik heb geen zin om elke keer als ik het een paar uur heb gedragen dat te doen. Ja, ik weet niet hoe het kan dat dit zo snel slijt. Want ik snap dat mijn benen langs elkaar schuren. Maar dat doet het ook in alle andere broeken die ik draag. En die slijten niet op dit tempo. Dus ziet er super leuk uit. Zit heerlijk. Lekker zacht aan de binnenkant. Maar dat is wel echt eventjes iets wat ik erbij wilde vertellen. Ik draag dus niet mega veel crop dingen. Maar zeg maar het gedeelte wat je bij dit setje ziet, vind ik gewoon wel een mooi gedeelte. Zeg maar. Om te laten zien. Die broek gaat gewoon nog lekker over je navel heen. Je hebt natuurlijk wel dat mocht je dingen boven je hoofd willen pakken of zo, dat dit wel lekker mee omhoog gaat. Omdat die zo kort is. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar ik vind het gewoon echt heel erg chill. Het zit echt heel erg lekker. Ik vind het er echt super leuk uitzien. Die bolletjes is gewoon heel erg jammer. Je ziet ook wel een klein beetje de zakken er doorheen. Maar voor de rest heb ik niet gemerkt dat hij doorschijnt. En voor bij mij is de lengte ook precies goed. Dus ik hoop heel erg dat de zichtbare plekken van deze outfit niet snel slijten. Want ik vind het echt heel erg leuk. En heel erg comfy. En dan heb ik nog één ding van Comet Fashion die ik nog niet heb uitgepakt. Maar hopelijk leuk staat. Oh, met één of allebei deze Spencers. En dat is deze witte blouse. Hebben ze ook in het zwart. Ik hou gewoon echt van goede basics. En ik vind dat Comet Fashion sowieso fijne basics heeft. Ook qua mom jeans. Maar dus deze wat langere blouse. Dus die steekt waarschijnlijk ook leuk uit onder zo'n Spencer uit. Of je kan het natuurlijk in je broek doen. Maar qua stoffen ziet hij er gewoon echt heel erg goed uit. Ik vind het kraagje ook mooi. Dus ik hoop dat deze goed valt. Oké, het is een lekker kreukelstofje. Heel licht doorschijnend, maar in principe niet. Zwart is natuurlijk wel echt een grote contrasterende kleur. Hier zie je het mouwtje dicht, want er zit één zo'n knoopje. Hier heb ik hem nog open. Ik vind dat eigenlijk wel leuk casual staan. En hij is dus wel echt lang, dus je zou er wat onder kunnen dragen. Mocht je dat leuk vinden om hem als jurkje te dragen, want hij is vooral bij de achterkant echt nog wel een stukje langer. Het is ook gewoon echt een super goede basic kraag. En ik ga even kijken hoe deze blouse staat met zo'n Spencer eroverheen. Ik vind dit echt zo leuk. Ik kan er echt niet over ophouden. Ik vind het ook heel erg leuk hoe die blouse er zo bij de voorkant onderuit steekt. Bij de achterkant vind ik het toch wel lang. Dus ik denk dat ik eerder dat dan een beetje zo weg zou stoppen. Of gewoon alles in mijn broek zou doen. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is gewoon, zoals ik zei, een hele fijne basic om te layeren. Love it. Zoals je ziet, valt er nog genoeg te stoeien tussen mij en items voor in mijn kledingkast. ASOS broek moet retour. Pufferjas ben ik nog naar op zoek. Ik denk dat ik binnenkort ook even een goede sjaal ga kopen. Ik hou jullie op de hoogte. Mocht je dat dus allemaal mee willen krijgen, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Elke dinsdag komt er een weekvlog online. Elke vrijdag een ander soort video. En soms op zondag een extra video. We gaan ook alweer langzaam richting december. En in december ga ik ook weer vlogmas doen. Dus dan komt er elke dag een video online. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je dus snel terug bij de volgende video. Doei doei!